ben geboren en getogen in Wongburg. Dat ik in al dat de wereld zo veranderde. Wie het nou veranderde met corona, hoor dat, hè? COVID-19. Ja, het is ook bier trouwens, corona. Ja, ik snap dat ook. Nou, hoe komen ze nou... Waar komt dat weg? COVID-19, corona, al die noemen? De medici die de route van hem houdt. Ik kom dus van Wongburg, daar ben ik geboren en getogen. Daar heb ik ook zo'n 20 jaar gewoond. En mijn pa die was door Mulder. Ja. Koornmulder, nou echt nog met wieken, wieken van er al af. Dus hij molde met motor. Maar wel met steun, echt ouderwets. Maar dan hadden we in Durp, hadden we wel een stuk of wat winkels. Kruidenierswinkels. En dan moest toen eigenlijk, als, ook uit middenstanden, zoals mijn pa, mijn olu, die moesten dus bij al die winkels, moesten die ook kopen. Ja. De mode werd er nog niet om door Winschoten en Del Sieltout te gaan of waar ook in. We hadden gedaan om door wat voor grote winkels, een supermarkt, die wandelen ga ik al naar, tenminste naar dat ik weet. Wel misschien de grote steden, maar naar bij ons in de buurt. Inderdaad, we al die winkels, hadden we wel geluk. Want als we dus een winkelier hadden, dan was die een Spar Kuper, zit die ding al. Omdat de Kuper uit, een Spar Kuper. Die spaart die eigenlijk geen ander. En ook geen zwintje op tak. Dus dat betekende. Je wil geen vrienden. Een enkel minder. Je hebt wie leiden. Ja. Dat was geen klant. Nee, precies. Ja, overal brons. Ja, ook nog een winkeltje, nog een wedervrouw. Ach, en daar moet een rolletje papier verkoren. Ze hebben wc-papier. Je kon ook al van aan en vroeg. Dus er ook geen daden. Ook nooit. En, maar ja, er waren nog drie winkels meer. Ooit daar was het Beerdeventje, dat was een centra-winkel. En dan hebben we een winkeltje Wezenman, die woonde mooi dichtbij. Dus ik die zomaar nooit vertellen. Maar wie kocht een verhaal bij Klazines Mulders. Dat was een VG-winkel, was dat. Ik weet niet of dat wat van u is. Waar het betekent, maar ik ook een VG. Ja, zeg me wel eens. Ja. Nou, en Klazines, die had vrouwen bij mijn moeder in klas 7. Dus dat trok altijd nog een beetje. En een allemaal in de week. Die kwam Klazines op fiets, er is een hoog grote stuur zat eraan, in een pakje droger ook, toen zat een stuk ijzer, er de smid voor een bocht, met van die opstondertjes. Toen kon ik tassen en mannen aan hangen, want auto's hadden ze nooit. En ik kwam Klazines, die kwam aan, en ik ging hier zitten, en omdat mijn moeder om gauw kon, kreeg ik een kop koffie. En zo verkeerde naar vrouwen. Nee, wel met bakken. Ja, nee, kloon, nee, ja, maar dat ken ook. Maar sorry, ik onderbreek die. Dus in des hangen er zitten, in en naar het bakje, dat is zo'n boodschappenbakje, door achterin naar een lijstje, en er is ook altijd wel vrij duur wat we al mogen gebruiken. Ja, en ik kom eigenlijk al nooit meer artikel, dat we toch niet namen. En dan namen we erop. En dan zei ik, ja, dan moet je door een pak van persil, ja, een pak persil. Nou, en zo nemen ze een heleboel van die dingen op. Een rolletje Marie, was wel wat daar is, een rolletje Marie? Nee, nou, dat waren van die meelkoekjes. Ja, die hadden Marie of Maria. Of... Ah, Maria koekjes. Ja, van die rom. Ja. Als er een steekt met koffie, dan moet je dat verrocht hebben, maar dan gaat het bal onder het kopje in. Oh ja, wat een tijd. Maar hou, ik kwam Klazines, die kwam met Boukje. En dan had het bouwtje kloor, en het boodschappen zien bruifje kloor. Die ging in de hoestal. Die ging met zijn vrouw en hij, die gingen ze op met een man. Daar kwam alles in, of twee mannen. Hij had ook nog een deusje voor achter op fiets met aanbieding. Dus dat is niet zo, dat is nou over de computer, Chris. Je is aan het volgen. Met vol aan. Hij had gewoon een deusje achter op fiets. En toen zat een denkje in, wordt een beetje goedkoper met waar. En dat leidde dan ook in mijn zon. Nou, zon was er wat bij. En dan hadden we dat ooit dag, en waar dat voorkomt, en men daar uit Dinsdoogs, daarin ik kwam voor het bruifje, en ik kwam uit Dunderoogs, kwam er met boodschappen. En dan werd er op toegeloos gepraat, en dan zei je, nou trein, je ziet zo nog zin, je moet uit de trein. Hij zei, je ziet zo nog zin? Ja hoor, kleinzinnig, ja hoor, en al voor Christus dan. Nou, en dan kwam ik weer zitten, ik had koffie, knipje vandaag, en dan werd het betoeld. Ja, ik zei, er was nog een andere week, dat komt. Mijn opa, die woonde voor ogen bij ons in. En als toen voor een rol had, dat was de woningnoos. En snel trouwens ook. Ik ben ook voor de kinderen bij de oren die woonden. Maar dan was het zo dat oren
Ja, ja. Ik ken het helemaal niet zo. Heb je jarenlang, mijn opa, vuur in ons hoofd, een beetje een groot hoofd, een mooi hoofd, vuur woonde mijn opa. Maar mijn opa die wil niks van klazines hebben. Waarom? Dat word ik ook nooit, maar die wil klazines dan niet hebben. Dus de kreeg ik in. Nee, wezen maar. Ja. En, ja, dat kwam ook niet omdat die had een dochter, die had de Corrie Wezenman. Was een poeie roder als ik. En die Corrie die kon altijd goud met mijn opa proeven. Wat wil ik? Nou, die zei, dat is een luiwicht, zei toch meer. Dan. Nou, en die was toch meer, die had ook een boodschappenlijstje. Ik weet nog wel wat ze zei. Maar toch meer, die was, mijn opa was nog slikker. Die zei, Corrie, Sireltoppen moest hebben. Dat was al modern, Sireltoppen. Dat was het ook wel, vrouwen als toen 9 zoen. Dat mag nooit meer neemt worden. Dat is er niet meer, dat heet nou. Ik weet niet meer wat het gaat. Maar geen 9 zoen. Nee, ik weet het. Maar mijn opa, die had zo'n model van een sereltop die de meubelmokken zo maakt. Dat was net een paddenstaltje, maar dat was een beetje zo'n punter, denk je. Oh ja. Een spiekertje onderin. De tomeer die wel een sereltop moest hebben. En flikjes. In pummeuntjes. Flikjes. In sokkeloo. Flikjes. Maar sereltop was ook snoep. Ja, dat was zeker. Dat was dit van de schoen mee, ja. Van die, dat wie de loter zijn 9 zoen heeft, van zo, hè. Oh ja, dat was 9 zoen. Ja, zo'n soort koekje, zo'n bakje. Maar flikjes. Er zat schoen mee en er zat de sokkeloo overheen. Ja, klopt. Maar doe zegt flikjes, dat ken ik me gauw herinneren. Dat waren lekkere sokkeloois. Ja, van die platte sokkeloois, ja. Flikjes. God ja, noem maar naam maar op. Flikje, is hij is nooit meer. En daar stond nog gewoon met die witte kurreltjes eroverheen. Er waren ook flikjes, hebben ook zo geloof en ik kwam er witte kurreltjes overheen. Ja, nou, kijk, dat moet je niet opvoeren, je moet ook zo'n slik hebben. Maar daar toch meer die jaren opgegeven omdat ze zo'n slikker waren. En daar ze bij het beer, bij het kussen, daarna ze door, dat noemden ze een Canadees buske. Die hadden ze tot Canadezen die weer, die kwamen zeg maar in de oorlog. En die hadden sigaretten, 50 sigaretten in een blikken busken. Een griesbuk, zei het nog wel. En ja, toch meer altijd op beer, noost kussen. Daar zit in een berenlaag, je ziet haar in een flikje. Het busken. Ja, zo weet het dus. Maar wat mij nou tenminste goed, Jan, hè? Du hast nog over meerdere kruideniers die je hier moesten, ook vanwege de klandizie, zeg maar. Ja, vooral, hè. Maar ook komt wel dat er in dat tijd zoveel nering doenden, zoveel middenstanders in de dorp waren. Er waren kwijt niet over kruiden, kwijt niet over smeden, kwijt niet over slagers, ja. Bakkers, ja. Winkeliers. Ook kon er allemaal bestaan, hè? Ja, maar als toen de bakkeraars, ik kom eens in de eisen dan voor mijn oog. Als toen de bakkeraars in die 2 mannen voor stoet, ja, die oefenen kon door in een open dag. Die hadden dan met een beetje koekje erbij. Kletskop met katten. Met die mooie blikken bussen stonden erin. Ja, dan hadden het alweer verduid. Ja, dan hadden ze het pas alweer verduid. Maar er waren toch ook wel momenten dat de een zich moest onderscheiden van de ander. Gebeurde dat ook? Oh, is dat? Dat een zich moest onderscheiden van de ander. Toen moest die volk onderscheiden. Ja. Kijk, dat was dus ook vroeger veel meer dan nou. Nou kent ook niet meer. Maar vroeger, daarnaast toen een bakker. Die was van de gereformeerde kerk. Oh ja, dat is toch wel. En er was een bakker van ja. De hervormde kerk. Ja. En er was een bakker die werd bij de vrijgemoppen. En er werd een bakker die werd de Nadensby. Ja, en er was nog een bakker die was verkeerd best in de oorlog. Nou, wat ik veel anders aan zag. Alleen dat wie had de donder omdat wie een molen nam. En wie dus ook bakkersmeel verkocht, binnenlands en buitenlands. Dat mag we zo nooit hoor. Dat werd gekocht en dan werd dat deur naar het bakker. Door worden we alle bakkers, zo'n bakkers in Wolkenburg, zo'n bakker, die wie dus op. Ja, zo'n. We hadden alle week naar wie naar de bakker. Dus ook alle week, ja, zo'n bakkers in Wolkenburg. Ja. En ik kwam de inrichting, want er zat ook gesticht, zat er bieden uit de loter, ja. Groot Bronswijk. Ja. Voor wie zijn de vrouwen gesticht, vinden het tegen. Door, dat was een deur op zich. Ja. Die had ook zijn eigen bakker. Ja. Die moest ook mail hebben. Ja. Ja, ja, maar door ja. Hem je geen brood verkoopt natuurlijk. Dat is, dus jij een 7 bakkers in de voor wie brood verkopen. Ja. In een stuk of 3 winkeliers, maar vooral van klazines, daar worden die de producten van hebben. In een poor smeden waren er ook. Naar Rooien, maar er waren poor smeden. Zo zeg ik, ja, in Nijwaal hebben we nog toevallig hooi smeer. Maar dat is ook een unicum, dat is toen deur best met een smeer.
Ja, oh ja, zeker. Ja. Ja, smeert het oosten. Ja, zeker. Smeert ja, het oosten. Ja, nee, dat is dat ook is zo. Er is ook veel meer met machines in dat. Ja, best. Er zijn geen boeren smeden. Nee. Deze peren bestolen. Nee. Niet met oren. God, ja. Maar die bakkers, die worden van mijn koor natuurlijk ook wel. Dat is wat maandag bij bakker A koorst. En bij dinsdag koorst naar bij bakker A terecht. Moesten door de bakker B. Nou, dan worden ze ook wel van mijn koor. Nee, wie hebben niet naar bakker. Er ging praktisch gerooid door bakker. Er was alleen aan mijn hand dit brood smeurens op 10 dem won. Die ging door bakker. En we hebben bezorgd. De mooiste bakkers, die kwamen gewoon. Die hadden een bezorger. Of ja, maar dat was die. Die zoon, in die stad wat stoepen in Karen. Jampie Smeder was ook bakker, die had zo'n nutje wonkje met een ponypitje ervoor. Nou, die had bakfietsen ervoor. Ja, en ik kwam, en nog gewoon die had zo'n curve aan zijn den, vuur op fiets. Ja, ja, dat weet ik wel, maar en ik bedoel, die wist die bakker, die wist hij bij Gusten bij Kuur geweest. We hebben twee brood verkocht. En dan heeft hij, ze kwam niet allemaal langs, zeg maar. Ze waren vast te zien dat ze langs kwam. Elke keer, elke keer zien week. Ja, de bedoel, oh ja, week. Elke keer zien week. Dus in de wat ook wel bakker zegt, godverdomme, even weer naar de bakker, maar alle bakkers waren ook niet gelijk. Nee, precies, dus smaakt niet lekker. Nee, ja, en stoede, ja, dat ook nog wat, stoede en brood, hè, dat las ik ook vandaag, waarom die wil brood hebben, die zeiden, ik kon wel een half brood, nou, dan kreeg je een stoel. Ja, ja. Brood, dat is voor ons roggebrood. Ja. Ja. Dus ik kwam een aal brood. Ja, die moest ik wel voor het even brug moest gesneden, maar dat kost alleen pakjes. Ja. Maar hij wil bij het bakken, hij wil gewoon een aal brood. Ja. Die wilden zo snijden. Hè? Nou, dat kist zo snijden, maar die moest dan bij het bakken. Ja. Een aal brood, kreeg een aal stoel. Hij zei, je moet dit maar in de hem leren, je moet brood hebben. Ja. Ja, dat waren 10 jaar, zo ging dat vrouwen. Ja. En wat we kennen ook wel bij die winkelsgraal zo. Vrouwen die mogen, of een moeder die moeken, die waren onze moeder dit jaar er allemaal geen tijd voor. Maar vrouwen die mogen ook groot of alleen naar de winkel touw gaan. En kwedel. Juist! Door het meis kwam door weg. Logisch. Ja. Ja. Maar anders dan moest het hem van degene die bij deur kwam. We hadden ook zo'n vrouw die liep ook in deur. En als je niet bij de deur bent en woonde, zei, je moest Chrissy moest het in Stoetkurf doen. Ja. En dat betekent, dan moest Chrissy dat vertellen. Die Chrissy die vertelde. Ja, nee, blijf. Als je leuk de deur bent en woonde, dan kon wat dat er vanaf. Ja. Ja, toen werd mooi staken voor ogen verteld. Ja. Ja, mooi. Dat was bij Scheerboos trouwens net zo. Ja. Met nog aan de wereld. Ach, jongen, wat aan de wereld. Ja, draait en ik bedoel, dat is je nog niet zo lang geleden, ja. Nee, dat loopt eerlijk, dat is een flits dat het verbiedt. Maar de wereld is zo anders geworden wat dat betreft. Zo ongelooflijk anders.